Hallo allemaal. Ja, je ziet het achter me, Montmartre met de terrasjes. En wat is er dan lekkerder om daar een lekker kopje koffie te drinken? Vandaag gaan we koffie tekenen. Hoe teken je nou koffie? Er zijn verschillende soorten koffie natuurlijk. Wat wel lekker vind, vroeger vond ik espresso wel lekker, maar dan kreeg ik zo'n heel klein kopje. Als ik wat wil drinken, wil ik wel serieus drinken hebben. En soms krijg je inderdaad ook zo'n klein koffiekopje, cappuccino's ook zo op. Dus tegenwoordig bestel ik gewoon een latte macchiato en dan krijg ik vaak zo'n groot glas. En daar kan je dan lekker eventjes mee doen. Maar laten we eens koffie tekenen. Doe je mee? Koffie. Ja, hoe teken je nou koffie? Nou, om al mooi te beginnen, een koffieboon. Hoe ziet een koffieboon eruit? Een koffieboon wordt zo afgebeeld. Met zo'n slinger, zo'n kringeltje erin. En als je inderdaad ook gaat kijken, dan zien koffiebonen er ook wel echt van zo uit. Dit is dan de buitenkant van zo'n koffieboon. En dit is de binnenkant, of tenminste zo'n halve koffieboon. In vergelijking met een pinda, die is meer zo. Pinda door midden is dan meer zo. Het is gewoon een streepje. Zo. Koffieboon, dus dat slingeltje erin. Koffie, hoe gaan we koffie uitbeelden? Nou ja, er zijn zoveel verschillende soorten koffies. Echt, je hebt hele lekkere koffies. Ik ken iemand uit Rijen, die rijdt zelfs helemaal naar Maastricht toe voor de lekkerste koffie. Nou ja, goed. Iedereen zijn meug natuurlijk. We gaan een koffiekopje tekenen. We beginnen met een ovaal. Dat is de koffie, zeg maar. En dan gaan we wat driedimensionaler tekenen, zo. Ik weet niet of ik het zo goed uitbeeld. Hier het oortje zo. En dit is dan de zwarte koffie. En soms heb je daar dan zelfs dan iemand die er zo'n hartje in heeft kunnen tekenen. Hè? Zo. Nou. Dat zo zie, dan krijg ik al trek in een lekker bakje koffie. Ik heb trouwens net koffie op hoor, dus je schaduw in het kopje. Nou, misschien kunnen we zelfs inderdaad die koffieboon hier optekenen. Met dat slingeltje erin. Er moet natuurlijk een koekje bij. Pakken we een beetje een spritsachtig koekje zo. Zo'n beetje zo'n zandkoekje moet dat zijn. Hè? Dat is lekker zo. Een zandkoekje erbij. Kan natuurlijk ook een heerlijke bonbon zijn. Hè? Goed. Van de week hadden we het nog over de diëten. En nu heb ik het over bonbons. Goed. Dan vergeet ik hier het lepeltje bij te tekenen. Dan kunnen we er ook gewoon bij leggen natuurlijk. Zo. Een roerijzer. Hè? Dan wordt het ook wel genoemd een roerijzer. Nou, het schoteltje. Hier ook nog een rand. Zo. Ik vind dit echt wel een mooi kopje koffie zo. Natuurlijk moet er nog. En dan moet je eigenlijk die open laten. Hè, dat die damp zo. Nou. Vind je dit niet? Ik vind het echt wel een mooi kopje koffie, mensen. Zo. Met dat zandkoekje. Ja, ik ben best tevreden. Goed, ga zelf aan de slag met iets met koffie tekenen. Ik zet nou een stip op mijn duim. Met een dop op de stift doen, maar goed. Ga zelf een kopje koffie tekenen, een kopje koffie drinken. Wat ik trouwens ontzettend lekker vind is zo'n latte macchiato.
Er zit wel heel veel melk in, maar dat is dan weer wat milder voor de maag. Ja, laten we maar ja doen. Ik had altijd, als ik bij een restaurant of bij een café een kopje koffie bestelde, dat was altijd zo op, dat is altijd zo weinig. Een lekker macchiato is vaak een lekker groot glas met koffie. En ja, dat prefereer ik dan weer. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.